Juwelier Smaragd aan de Voorstraat is vanmiddag om 16:45 overvallen. Daarbij is een medewerker gewond geraakt. Er zijn schoten gehoord, maar het is nog onduidelijk of hij is neergeschoten of met een mes is gestoken. De drie overvallers zijn met een nog onbekende buit gevlucht op een scooter. De politie is naar hen op zoek.